Een goedenavond vanuit de beeld, vanuit mijn werkkamer, ofwel mijn studio, waarin er al iemand bij me zit. Dit wordt altijd heel gezellig als ik zo zit. Oh, zo. Nou, dat is duidelijk. Die weg, die erbij. Dat was even heel onaardig van je. Nou, dat was een goed welkom. Welkom vanuit de beeld. En ik zit heerlijk in mijn bureaustoel. Ik heb daar een hele mooie nieuwe mijn kleed opgehangen. En als die beweegt, dan, nou ja, niet dat je denkt, er zit een spook in je huis, Manisha. Maar er zitten wat katten achter die dat ook fantastisch vinden. Hey, ik ga het met je hebben over de titel Ik bemoei me er niet mee. En ik ben even, af en toe ben ik even niet op social media. Dat vind ik zelf eigenlijk wel heel erg lekker. Ook al kijk ik zelf best wel vaak YouTube-filmpjes. Maar ik vind het heerlijk ook om gewoon anoniem met mijn eigen leven, met mezelf bezig te zijn. Maar ik bemoei me er niet mee. En ik weet niet of je dit herkent, dus ik wil eventjes dit met je delen. Ik merk dat ik in de afgelopen tijd me eigenlijk ben gaan onttrekken van alles wat er gaande is in de wereld. En dat ben ik met mezelf gaan processen. Dat ben ik met mijn mensen gaan bespreken. En ik ben me er niet mee gaan bemoeien. Dus ik ben dat niet gaan delen op social media. Want ik kreeg wat commentaar hier en daar. Nou, dat heb ik ten harte gepakt genomen. En ik ben me er niet mee gaan bemoeien. En ik weet niet of je dat herkent van ik heb een hele duidelijke mening over wat allemaal gaande is. Maar dat is ook iets wat in mijzelf gewoon volledig, ja, wat ik volledig mocht gaan processen. En ik denk ook dat het heel gezond is. Hè, er gebeuren dingen, dat verwerk je in jezelf. En dan kan dat eventueel geventileerd worden. En ik deel dit met je omdat ik en me ergens niet bij bemoeien is niet het allerbeste wat er is voor mij. En ik hoor mijn docent eigenlijk tegen mij zeggen van, Manisha, jij hebt een mening. En spreek je uit, want jij hebt een waarheid van binnen die belangrijk is om naar buiten te gaan. Nou, in de Ayurveda, ik weet niet of je de Ayurveda kent, dat is een Indische of Vedische leer, een filosofie of een levenswijze. Daar heb je drie types. Daar heb je een Vata-type, daar heb je een Pitta-type en een Kapha-type. Ja? Als je mensen ziet, kan je eigenlijk zien of ze een Vata-persoon zijn, een Pitta-persoon of een Kapha-persoon. En Kapha-mensen die zijn vaak wat, die zijn wat steviger. Pitta-mensen zijn de atletische types en de Vata-mensen die zijn vaak wat slanker. En je hebt van die mensen die zijn gewoon heel slank en die kunnen gewoon niet aankomen. Je hebt mensen die zijn wat steviger en die kunnen gewoon niet slank worden. Dat is gewoon je constitutie. Dat zit gewoon eigenlijk in jouw systeem. Je hebt gewoon een bredere bouw. De een is heel smal en tenger gebouwd, de ander is breder gebouwd. Nou goed, ik ben een Pitta. En een Pitta heeft ook veel vuur in zich. En Pitta zijn, nou ja, de atletische types. Maar dat zijn ook de doeners. En de Pitta's die zijn eigenlijk heel judgmental. Die zijn eigenlijk heel oordelend. En dat oordelen is gewoon hun natuur. Waarin de Kapha's die zijn van natuur zijn die heel verzorgend, heel liefdevol. Dat zijn eigenlijk de volle moeders die zoveel liefde hebben om, ja, het enige wat ze hoeven te doen is eigenlijk te knuffelen de hele dag met de hele wereld. Want die hebben zoveel liefde in overvloed. En de Vata's zijn eigenlijk de mensen die heel snel, ja, wat zenuwachtiger zijn, wat neurotischer. En hebben ook een spijsvertering die heel snel gaat. En de Vata, je kan dus eigenlijk ik ga daar niet te veel op in. Maar dat zijn dus verschillende types. Ik als Pitta-type, dus eigenlijk heb ik, op alles heb ik een hele duidelijke mening. Of ik mijn mening nou wel of niet vertel, dat is aan mij. De Vata's die hebben meestal zoiets, ja, ik weet het niet. De Kapha's zijn vaak te traag. Die komen veel later pas met een antwoord. Dus die gaan nadenken over iets. Nou, dan komt er iets binnen. Oh ja, dan moet dan helemaal, moet dat incijpelen. En dan pas op een dag of een paar dagen denken ze, hé, wacht even, ik weet het weer. Dus dan komt dat eruit.
Ja, vata's die zijn vaak heel emotioneel en de pita's die kunnen vaak gewoon gaan vechten. Dat zijn een beetje de pitbulls ook. Nou, goed. Toen ik jonger was, was ik ook best wel die judgmental, die pita, die vuur, dat vuur wat ik had, ging ook snel naar buiten. Nou, ik weet, sommige van jullie die zijn ook heel erg pita, die hebben veel vuur. Dat oordeel wordt gewoon gezegd, die zijn eerlijk, die zijn helder, die zijn duidelijk. Hey, sta me niet aan, wegwezen. Hè? Nou, in sommige culturen is het spreken van de waarheid gewoon normaal. In onze cultuur is dat niet zo. Ja, wij zijn een heel liberaal land. En tot nu. En vrijheid van meningsuiting is er wel, maar niet alles wordt getolereerd. Nou, dus in dit hele corona-gedoe vind ik het dus, heb ik me dus een beetje teruggetrokken. Heb ik me niet echt bemoeid met alles en heb ik dat niet met jullie gedeeld. Dat grotendeels weten jullie wel hoe ik me voel. Maar goed, hier komt het dus. Want ik bemoei me er niet mee, werk dus niet meer. En het is veel fijner als ik gewoon mijn liefde deel en mijn passie deel en alles met jullie deel. Nou moet ik echt zeggen dat ik een paar filmpjes heb opgenomen. En ik heb een nieuw programma, dus heb ik allemaal mooie filters over gedaan. Ik heb mijn huis aangepast. Dus, maar goed, die filmpjes gaan allemaal niet online. Want, nou goed, gewoon niet. Dus er komen nieuwe filmpjes. Maar ik zat net The Greatest Showman te kijken. Dat is mijn lievelingsfilm. En ik werd daar zo gelukkig van. En dat gaat gewoon over... The noblest thing you can do is to bring joy to the world. Het grootste cadeau wat je kan geven is plezier aan een ander. En nou ja, we zijn hier, ik ben hier voor bewustzijn, voor persoonlijke groei, ontwikkeling. En daarin beloop ik mijn eigen pad. En had ik vandaag een mooi gesprek met een vriend van mij. En die zei ook, weet je, ik zou je ook zo graag gewoon willen knuffelen. Want volgens mij mis je dat ook zo in je leven. Toen zei ik, ja, nou ja, dat is ook zo. Dus hè, in dat hele... helder zijn in dat hele grote bewustzijnsveld, in begrijpen hoe de hele wereld in elkaar zit, is heel leuk. Maar in het mens zijn mis ik ook iets en dat maakt me vaak ook moe. En ik vind het ook heerlijk om gezelligheid om me heen te hebben, warmte, de knuffels, de liefde die ik geef, dat ik die ook terugkrijg. En mensen vragen dat ook vaak aan me, nou Manisha, wie is er dan voor jou? En ik weet niet of je dat kent of herkent of als je alleen bent of als je een gezin hebt of whatever. Wie is er voor jou? Wie is er voor jou? En ik heb het, ja, ik heb een groot geluk dat ik een heel onzichtbaar team heb. En dan denk ik, ja, een heel onzichtbaar team is fantastisch. En ik heb de rijkdom in mijn hart om de liefde te voelen. Maar de liefde in de wereld is moeilijk te vinden. En als ik me dus bemoei met wat er in de wereld gaande is, dan is dit eigenlijk waar ik op uitkom. Ik persoonlijk mis de liefde, de warmte, de saamhorigheid in mijn leven. En ik persoonlijk mis dat ook in de wereld. Dus als ik me ermee ga bemoeien, dan zeg ik, weet je, er is gewoon veel te weinig liefde. Er is veel te weinig samen. Er is veel te weinig gelijkwaardigheid. Ik zie een verdeeldheid in de wereld. Hè? Wat je ziet, Black Lives Matter. Ik wilde meedoen met een vrouw. Zij is een vegan chef en zij is donker. En ik volg haar, ik heb haar boeken. En ik zit in haar nieuwsbrief en ze zei opeens... doe mee met de Black Woman Vegan Challenge. Toen dacht ik echt, pardon? Ik mag gewoon niet meedoen, want ik ben blank. Waarom? Nou, ik wilde haar eigenlijk een mail sturen dat ik zei... Nou, ik vind het eigenlijk heel verdrietig. Ik vind jou fantastisch, maar ik mag niet met je challenge meedoen... omdat ik blank ben. Waarom maak je dit verschil? Maar, en dan denk ik aan haar, dan denk ik... Ja, nou goed, ik snap dat je dat dus nu doet... en er deden heel veel mensen mee. Fantastisch. Maar goed, dat brengt mij bij het volgende. Weet je nog... In de Eerste Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog, met name de Tweede Wereldoorlog. Weet je nog wat daar gebeurde? En dat is een beetje natuurlijk mijn familiegeschiedenis. Maar ik wil daar wel met je over praten. Ik wil je dat wel vertellen.
Want er zijn dingen gebeurd. Als wij daar nu samen met z'n tweeën over zouden praten, of wij zouden met een groepje bij elkaar zitten en wij praten daarover, dan zeggen wij dit nooit meer. En iedereen met wie wij hierover zouden praten, die zouden zeggen dit nooit meer. En dan doe ik voorbeelden als rassenhaat, weet je. De Joden werden opgepakt. Oké, als wij nu gaan zeggen van alle blanke mensen in Nederland worden opgepakt. Nou, dan denk je echt, je bent gestoord. Oké, alle Marokkanen worden opgepakt. Nou, dan denken mensen al, nou oké, daar doen mensen ook al zo raar over. Weet je, wat is het verschil tussen een Marokkaan en mij? Wat is het verschil tussen een Joodse vrouw of een Hindoestaanse vrouw? Wat is het verschil tussen een katholiek of een christenen? Wat is het verschil? Ik snap dat niet. Protestant, christelijk, katholiek, gereformeerd. Ja, sorry als je dat bent. Ik wil echt niemand. Ik wil niemand tekort doen. Maar ik wil er gewoon over praten. Want ik ben niet gelovig in die zin. Ik ben niet opgevoed met een God, een Jezus, een Bijbel. En ik heb allemaal gelovige mensen om me heen gehad. En nou ja, goed, rassenhaat. Er zijn miljoenen mensen vermoord. Er zijn experimenten op miljoenen mensen uitgevoerd. Van vaccinaties tot sterilisaties tot verbranding tot, nou ja, verhongering, uitputting, seksueel misbruik, geestelijk misbruik, emotioneel misbruik, zeg het maar. Als we er met z'n allen over zouden praten, dan zouden we zeggen, we zijn 75 jaar bevrijd. Maar kijk eens om je heen, luister eens om je heen en kijk eens in deze tijd. Gaat het ooit weer normaal worden? Maar was het ooit normaal? Waar gaat dit leven over van jou en waar gaat het leven over van mij? Kijk eens naar je opvoeding. Kijk eens naar jouw eigen persoonlijke geschiedenis. Wat voor verhalen heb je dan te vertellen? En ik ken zoveel mensen, en misschien ben jij dat wel als je nu naar mij luistert. Ik ken zoveel mensen waarbij ik kippenvel kreeg bij het horen van het verhaal. Waarbij mijn haren recht overeind gingen staan. Waarbij ik de tranen in mijn ogen had. Waarbij mijn hart gewoon brak. Omdat er zo weinig respect en liefde en aandacht en verzorging was. Chai, die... Zal ik je gewoon een beetje opzij duwen? Want zo. En ja, hij wil altijd een ster zijn. Ja, dus als je aan mij vraagt, waar wil ik me mee bemoeien? En dat is met liefde. Ik wil me bemoeien met lief zijn voor elkaar. Er zijn voor elkaar. Afspraken nakomen. Goed voor jezelf zorgen. Zelfrespect. Zelfvertrouwen. Zelfacceptatie. Zelfliefde. Voor jezelf kiezen, grenzen aangeven. Er was nu in het nieuws een pedofiele partij wat wil oprichten. Nou, als er iets niet mag van mij, is pedofiele. Die mogen van mij allemaal het gesticht in. Weet je, en die laat psychotische mensen maar vrij. Maar ga die mensen opsluiten. Want weet je wat een geweld je aandoet om kinderen te misbruiken? Emotioneel, fysiek, mentaal, seksueel. Gewoon, ik weet niet, op YouTube dan kijk ik naar filmpjes dat mensen, dat zo'n man zijn hele gezin vermoordt. En dan denk ik echt, huh? Waarom doen we dat elkaar aan? En waarom zijn er op televisie, kijken we naar dat soort films? Waarom zijn er dat soort series? Waarom hebben jongeren geweren? Waarom hier wordt een meisje neergestoken van 16? Waarom is een jongen die aan het zwemmen is, die iemand heeft een geweer? Huh? Waarom leren we niet van het verleden? Waarom herhaalt geschiedenis zich dag in, dag uit? Waarom zijn mensen niet bewust van het feit dat we gelijk zijn? Dat jij en ik
ik ben dit leven een vrouw, jij bent dit leven ook een vrouw, of je bent een man, of je bent gender, of je bent transgender. Je bent jong, je bent oud, weet je, ook al ben jij 20 jaar op aarde of ben jij 70 jaar op aarde. Je leeftijd zegt alleen maar hoeveel jaar je al op aarde bent. En wij kunnen van elkaar leren. Een kind van 3, daar kan ik van leren. Ik kan leren van iemand van 90. Waar gaat het zo mis? En als je mij vraagt, waar mag ik me mee bemoeien? Is het eigenlijk met de ontwikkeling van de mens. Met de ontwikkeling van het bewustzijn. Met de ontwikkeling van de maatschappij. Ja, dan hebben we viruswaanzin. Denk ik, waarom sta ik eigenlijk niet op dat podium? Waarom vertel ik eigenlijk niks? Waarom bemoei ik me er niet mee? Maar het enige wat ik wil zeggen is kies liefde, kies liefde, kies liefde. En dan denk ik, nou, hoofdsluizen, hou eens op om je er niet mee te bemoeien. En ja, als jij luistert naar mij en jij kijkt naar mij en jij voelt mij en eigenlijk voel jij dit ook van binnen en jij bemoeit je er eigenlijk ook niet mee, zullen we dan nu onze handen ineens sluiten en dan samen gaan zeggen, wij veranderen deze wereld. Wij gaan in het bewustzijnsniveau zitten dat wij gelijkwaardig zijn. Dat er geen verschil is tussen jou en mij. Dat of je nou hoog opgeleid bent of laag opgeleid of nou ja, niet opgeleid of dyslectisch bent of doof bent of blind bent of gehandicapt bent of het maakt niet uit. Jij in jou uniek zijn. Jij bent gewoon uniek met wie jij bent. Jij bent zo op de aarde gekomen of geworden of gecreëerd. Maar jij hebt recht van zijn, van spreken, van voelen, van aanwezig zijn. En ik word zoveel gebeld door mensen met angststoornissen, mensen met eenzaamheidsstoornissen, om het zo maar te zeggen. En dan denk ik, ja, erg hè, dat er zo weinig liefde is. Erg hè, dat je in je mentale staat compleet knettergek moet worden. Dat je eigenlijk zegt, ik wil van de aarde af. Ik wil onder een deken liggen en nooit meer wakker worden. Ik wil eigenlijk mijn ogen sluiten en laat maar. Ja, want jouw roeping op aarde is leven met je hart. En de les om uit dat hoofd te komen, de les om je te gaan verbinden met jezelf, om zelfliefde te gaan creëren, om jezelf te accepteren, om zelfvertrouwen te krijgen, om je kop boven het maaiveld uit te steken, omdat dat bedoeld is voor jou, om de verandering, hè, be the change you want to see in the world, of wish to see in the world, maar jij voelt van binnen dat jij die verandering bent, dat jij die verandering kan maken, alleen die hele wereld, die zegt dat dat onzin is. Ik heb ook mensen die dan zeggen, nee sluizer, nee Manisha, dat is allemaal niet waar wat je zegt. Dat is ook allemaal nepnieuws wat je doorstuurt. Oh ja? Check zelf even. Vaccinaties. Ben je besodemieterd? Je krijgt een waarde van, wat krijg je? Een bedrag van €4700. Weet je dat ze in de Tweede Wereldoorlog die op al die mensen geëxperimenteerd hebben met vaccinaties? Dan zou je denken, ze zijn gestoord. Ja, en er zijn mensen, misschien ben jij het wel, of er zijn mensen die zeggen, hey, doe mij maar, ik ben proefpersoon, test maar op mij. Nu heb je misschien geen klachten, maar laten we even kijken over 5 jaar. Dan ben jij opeens invalide, je bent onvruchtbaar, je hele immuunsysteem is naar de kloten. Omdat je gewoon niet geluisterd hebt naar je hart en je er niet mee hebt bemoeid. Want je denkt, ik ben een schaap, ik volg de massabewustzijn. Ik doe iets, ik ga voor groepsimmuniteit door dat vaccin, maar joh, lieve mensen, wij zijn mensen met een immuunsysteem. En als je begrijpt wat dat immuunsysteem inhoudt, dan vecht dat zelf tegen virussen en bacteriën. Het enige wat jij hoeft te doen is goed slapen. Voed jezelf met plantaardige voeding, groenten, fruit. Eten die rijk zijn aan antioxidanten, vitamines, mineralen, proteïnes, maar nou ja, proteïnen zijn niet eens heel belangrijk. Maar groenten en fruit zijn belangrijk. Multivitamines, liefde, gezelligheid, plezier. Weet je, dat is wat we nodig hebben. Brotherhood, sisterhood, weet je, broederschap, zusterschap, familiair, samen zijn.
dat is waar ik me mee wil bemoeien. Ik wil met jou samen zijn. En ik wil met jou lachen en ik wil met jou huilen. En ik wil met jou pijn voelen en ik wil met jou eerlijk zijn. En ik wil dat jij jezelf bent en ik wil mezelf zijn. En dan denk ik, ja Sluizen, je kan jezelf wel verstoppen. Maar dit is het. Ja, dit is mijn leven. Ja, Chai? Dit is wie ik ben. En ik ben op aarde gekomen in een familie wat de Tweede Wereld heeft overleefd. Waarin hun hele familie vermoord is. Dus mijn familie. En ik ben gekomen als derde generatie. Hè? Mijn vader kwam als tweede generatie. Ik kwam als derde generatie. En mijn vader heeft helaas op 48-jarige leeftijd verliet hij het leven. En dat was ook de bedoeling. En hij vond het leven zwaar. Mijn vader kampte op een gegeven moment met depressies. Die had altijd, was hij een beetje slachtoffer van het leven. Van de pijn van zijn ouders. En het verlies van zijn moeder toen hij 7 was. Ik ben opgegroeid met een vader die altijd... Ja, nou ja, die dankbaar kon zijn voor het leven voor ons. Maar niet volledig zijn liefde kon tonen omdat er te veel pijn was in zijn hart. En dat zie ik ook bij zijn zus. En ik zie dat bij heel veel mensen. Dat er te veel pijn is in het hart. De man van wie ik leef wil niet zijn leven met mij delen. Omdat hij zijn hart heeft verkocht aan een vrouw die niet met hem wil zijn. Die zijn hart gebroken heeft. En hij kan nooit meer voor de liefde kiezen, heeft hij zelf gezegd. Hij kan nooit meer gelukkig zijn met een ander. Omdat hij hield van haar en zij heeft zijn hart gebroken. En hij wilde alleen maar met haar zijn leven doorgaan. Dan denk ik, oh my god, weet je wat je dan mist? Weet je dat je dan mist als je in die pijn blijft zitten? Weet je wat je dan mist als je nooit over je pijn heen komt? Als je in je angststoornissen blijft zitten? Als je niet kiest voor liefde? Dus mijn boodschap is, bemoei je ermee. Mijn boodschap aan mij is, Sluizer, bemoei je ermee. Bemoei je er gewoon mee. En bemoei je met liefde. Bemoei je met saamhorigheid. Bemoei je met verbinding. Bemoei je met hart-tot-hart verbinding. Bemoei je met bewustzijn. Bemoei je met een samenleving in harmonie. Bemoeien met de nieuwe aarde die er komen gaat. En ja, de mensen die hun frequentie verhogen, die gezond zijn, die kiezen voor liefde, die gaan mee naar die multidimensionale realiteit die er is. En die zit in jou en mij. Alleen we moeten die sleutel zien te vinden, we moeten de weg zien te vinden. Dus ik wil me bemoeien met jou. En ik bemoei me met mezelf. En ik bemoei me in deze wereld met liefde. En ja, ik wil ook staan. En eigenlijk wil ik ook op dat platform staan en gewoon zeggen, lieve mensen, weet je wat zo belangrijk is? Kom, we doen onze ogen dicht. We ademen hem in en uit. En je visualiseert een maatschappij, een wereld met allemaal hartjes. Weet je, als je zo je telefoon hebt en je doet allemaal zo hartje, 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 hartje. Of allemaal kleuren hartjes. En je doet je ogen dicht en uit jouw hart komen miljoenen hartjes. Gewoon letterlijk van die hartjes in alle kleuren. En al die kleuren gaan naar iedereen. Want er is niemand goed of fout of lelijk of mooi. Of we zijn allemaal van vlees en bloed. We zijn allemaal bewustzijn. Alles heeft bewustzijn op aarde. Die dieren hebben bewustzijn. Bomen, natuur, alles, mensen. Wij zijn bewustzijn. En als wij met z'n allen van hart tot hart, van buik tot buik, van mind tot mind met elkaar verbinden in dat bewustzijnsveld, dan ontstaat er rust, dan ontstaat er zachtheid, dan ontstaat er eenheid. En al die hartjes projecteer je in iedereens hart, in iedereens hoofd, in iedereens buik. Laten we met z'n allen iedereen gunnen om thuis te komen bij zichzelf, in liefde, in zachtheid. Iedereen die jij ontmoet, dan denk je, smiley, smiley, smileys, happy face, hartjes, 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 stuur, 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 stuur. Van de achterkant van je hart, voorkant van je hart. En ook al ontvang jij te weinig en geef jij veel, vul jezelf elke keer met al die hartjes. Visualiseer het, werk met de kracht van denken, werk met de kracht van het visualiseren. Want
De kracht van het visualiseren is zo, zo belangrijk, want dat is de taal van je ziel. Dus visualiseer als we dat straks weer met z'n allen zijn. En laten we eigenlijk met z'n allen bij elkaar komen. Laat ik met jullie wat afspreken dat we gewoon bij elkaar komen. En ik trouwens, ik heb op mijn website nieuwe healing circles. Aangezien we maar met 6 mensen bij elkaar mogen zijn, heb ik healing circles thuis. Dus mocht jij graag samen willen komen, in liefde willen praten over whatever in je leven, met 5 mensen, inclusief mij 6, kan je bij mij thuis op zaterdagmiddag van 1 tot 4 komen. Heb ik lekkere thee, heb ik lekkere dingetjes, plantaardig. En om te praten, om te zijn gewoon met elkaar. En als we uitlopen in tijd, dan lopen we uit. Maar we zijn er voor elkaar, we luisteren naar elkaar en we zijn gewoon, we creëren die eenheid. En laten we hopen dat we met 5 kunnen beginnen en met 5.000 of 5 miljoen mogen eindigen. Maar deze wereld begint bij het feit dat jij en ik ons bemoeien met dat wat er gebeurt in de wereld. Dat wij ons gaan interesseren, onderzoeken, of gaan interesseren, interesse tonen. Dat we onderzoek uitgaan en in ons hart blijven en blijven luisteren naar die waarheid die er van binnen is. Hartjes, 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 hartjes. Uit die telefoon. Hartjes, 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 hartjes. Ja, toch? En voel die drive van binnen. Voel die passie dat je zegt, man, ik zit vast in mijn hoofd. Ik zit vast in eenzaamheid. Ik mis liefde. En dat begrijp ik. Ik begrijp dat de armoede in deze wereld, ja, die is er. De armoede aan liefde. En jij voelt die roeping van binnen. En daarom voel je je zo eenzaam of zo in paniek of neurotisch of in dwang. Omdat je zoiets hebt, hè, het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet. Nee, dus ga naar binnen. Luister. Laat mij je anders aanraken. Kom bij mij op de bank liggen. Ik raak je aan. Voel de liefde. Voel de universele kosmische liefde. Voel de onvoorwaardelijkheid, goddelijke liefde die er is voor jou, voor mij. En vul jezelf met die liefde om je kracht te vinden, om je centrum te vinden, om je veiligheid te vinden binnen in jezelf, om je te bemoeien met liefde. Bemoeien met liefde. Nou, ik zal met dit filmpje niet heel veel doen. De belichting is heel groot. Maar dat maakt niet uit. Ik ga hem gewoon lekker uploaden. Gewoon lekker nu ook. Het is eigenlijk al wat later. Maar ik load hem up, zodat hij online gaat. Want anders moet ik wel filters doen en weet ik veel wat. Dat is niet nodig. Dus deze gaat naar jou. Deze voor mij. Als ik nog niet gereageerd heb op vorige berichtjes van je, mijn excuus. Ik zal dat doen. Ik heb lekker een weekje voor mezelf. Om even weer gewoon naar mezelf te luisteren. En bij mezelf te zijn ook. En liefde delen is leuk. En die ontvangen is ook heel belangrijk. Dus zorg goed voor jezelf. En laten we in de frequenties van liefde stappen. Ik heb laagdrempelig, kan je ook met me meedoen met mijn transhealing sessies, channeling, satsangs. Dus ik zal meer met jou in het moment laagdrempelig energie delen. Ja? Voor jou, voor mij en laten we de hele wereld erbij pakken. Nou, volgens mij is het tijd. Waar wil jij je mee bemoeien? Je mag ook, vertel me anders waar jij mee bezig bent. Deel met mij jouw verhalen. Wat je voelt bij mijn woorden. En je bent zo onaardig. Laten we ambassadeurs zijn van de liefde. En iemand zei zo mooi, the guardians of love. Wij zijn ambassadeurs voor liefde, voor vrede, voor die nieuwe wereld. Voor gezondheid, voor samen, voor verbondenheid. Wij zijn lichtwerkers op aarde om deze om dit te veranderen. En Chai is ons model weer. Elke keer is hij mijn model. Hoezo een beetje jaloers, hè? Kijk niet naar de camera, maar kijk naar mij. I love you. Nou, lieverd, tot gauw. Ik zal me vaker weer laten zien. Yes? Bye bye.